ben Leon Meijer, wethouder in de gemeente Ede. Een gemeente met 117.000 inwoners. Het water staat ons financieel hier aan de lippen. Ik krijg mijn begroting niet meer rond. Wij hebben allerlei taken gekregen van de Rijksoverheid om uit te voeren. Jeugdzorg bijvoorbeeld. En dat doen we met passie, met inzet. Want we willen juist het beste voor onze jongeren. Maar we hebben niet voldoende financiële middelen gekregen van het Rijk om het uit te voeren. Nog zo eentje. We bouwen graag goede scholen voor onze kinderen, zodat ze een goede opleiding genieten. Maar ook in een gebouw wat klopt. Klimaatneutraal, zoals het Rijk van ons vraagt, terecht. Maar we hebben daar niet het geld voor gekregen. En zo kan ik wel een tijdje doorgaan. Van taken waar we niet voldoende middelen voor hebben gekregen. En we proberen de eindjes aan elkaar te knopen. Kijken waar we kosten kunnen besparen. Ik sta hier in het stadspark van de gemeente Ede en zoals u ziet maaien we hier het gras niet meer. Dat scheelt ons geld. Maar het houdt een keer op. Wij hebben echt meer middelen van het Rijk nodig om onze begrotingssluiting te krijgen en om die 117.000 inwoners van Ede ook een gewone goede infrastructuur te geven om in te leven. Tweede Kamer, kabinet, kom over de brug.